Tijdvak 7 is de tijd van pruiken en revoluties. En dat woordje revoluties geeft al aan dat er grote veranderingen plaats zullen vinden in dit tijdvak. Nou, daar zullen we later op terugkomen in andere video's. Eerst gaan we eens even kijken naar een oorzaak van die veranderingen, namelijk de verlichting. En daar hoort het volgende kenmerkend aspect bij. Rationeel optimisme en verlichtdenken, dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving. Godsdienst, politiek en sociale verhoudingen. Oké, dat is een hele mond vol weer. En je ziet het al aan die vier vlakken ernaast staan. Eigenlijk komt alles wel zo'n beetje aan bod bij die verlichting. Het is in de eerste plaats een denkstroming, dus we hebben te maken met de culturele paragraaf. Maar goed, het gaat net zo goed over het bestuur en er wordt nagedacht over de sociale verhoudingen. En er wordt ook nagedacht in die verlichting over de economie. Iets wat niet in dat kenmerkend aspect wordt genoemd. Dat kenmerkend aspect begint met dat woordje rationeel. En de ratio of rationalisme, dat zijn we al vaker tegengekomen. Maar wat was dat dan ook alweer precies, rationalisme? Nou, dat is dat je heel veel vertrouwen hebt in je eigen verstand. Dat je vertrouwt op de reden, de ratio, als je dingen wil verklaren, dingen wil onderzoeken. En dat is iets wat we door het hele boek al tegen zijn gekomen, door de hele geschiedenis zijn tegengekomen. Bijvoorbeeld in die Griekse oudheid, als die Griekse filosofen vanaf ongeveer de 6e eeuw voor Christus gaan proberen om de wereld om hen heen te verklaren door middel van de ratio. Ze gaan zelf dingen onderzoeken. In de tijd van ontdekkers en hervormers, bij die renaissance zagen we dat ook al terug in die 15e eeuw, daar waren namelijk de humanisten, die zorgden voor een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. En in het vorige tijdvak, de tijd van regenten en vorsten, zagen we dat in de 16e en 17e eeuw die wetenschappelijke revolutie op kwam zetten. Wat was dat ook alweer? Nou, gebruik van gezond verstand en een systematische manier van onderzoek stonden daarbij centraal. En we zien zo dus door de hele geschiedenis heen dat er een ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van het rationalisme. Er wordt steeds meer van het eigen verstand, van de ratio uitgegaan. En dat leidde in de 16e en de 17e eeuw door die wetenschappelijke revolutie dus tot allerlei nieuwe ontdekkingen. En die wetenschappelijke revolutie, dat is eigenlijk ook meteen de aanloop naar de verlichting. Dus we moeten eerst nog eens even goed kijken naar die wetenschappelijke revolutie. Dat was dus dat je een kritische denkhouding had en dat je op een systematische manier dingen ging onderzoeken. Dat zorgde voor heel veel nieuwe ontdekkingen. En dat systematische, misschien weet je het nog van het vorige tijdvak, van de vorige video, waar zat hem dat ook al weer in? Nou, er werden bepaalde afspraken gemaakt over wat eigenlijk goede wetenschap was. Of een goede manier van wetenschap bedrijven. Zo moet je goed gaan kijken, zelf observeren hoe de zaken in elkaar zetten. Naar de sterren kijken als je iets over het heelal wilde weten. Naar een menselijk lichaam kijken en het opensnijden als je daar meer over wilde weten. Je moest proeven gaan doen en experimenten uit gaan voeren, dat noemen we ook wel de empirie. En uiteindelijk moest je over al de dingen die je zag en alle uitkomsten van de proeven natuurlijk ook logisch gaan nadenken, je verstand gebruiken. En in die wetenschappelijke revolutie hield men zich met allerlei verschillende zaken bezig, hier zie je een aantal van die zaken. Men onderzocht dus vooral hoe de wereld in elkaar zat, hoe de natuur werkte. En zo kwam men er tijdens die wetenschappelijke revolutie achter dat heel veel zaken bleken te voldoen aan bepaalde natuurwetten. Denk bijvoorbeeld aan de wet van de zwaartekracht, om er iets te noemen. Maar goed, dit is allemaal 16e eeuw, 17e eeuw, het loopt ook nog door in de 18e eeuw. Maar in die 18e eeuw komt er ook een nieuwe stroming van geleerden op. En die gaan denken van, hey, kunnen wij nou niet deze manier van onderzoeken, kunnen wij die niet alleen gebruiken voor de natuur, om te kijken hoe die in elkaar zit, maar kunnen wij die niet voor alles gebruiken? En dat is wat de verlichting in gaat houden. De verlichting is een stroming van geleerden die meenden dat alles met behulp van het verstand kon worden verklaard. En dat zou bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving. Nou, drie hele belangrijke kenmerken, en er staan hier al een aantal in deze twee zinnen. Maar ten eerste dus, dat grote vertrouwen in het rationeel denken, dat grote vertrouwen op het eigen verstand. Alles zou begrepen kunnen worden als we ons verstand maar goed gebruiken. Dat dachten die verlichte denkers. Daarnaast grepen zij dus terug op die wetenschappelijke revolutie. Want die wetenschappelijke manier van onderzoeken, die kon ook gebruikt worden om bijvoorbeeld de politiek of de economie eens nader te onderzoeken. Alle terreinen van de samenleving dus. Maar nogmaals, observatie, empirie, logica. Dat was nodig om de hele samenleving te leren kennen. En als we dat met z'n allen goed zouden doen, dachten die verlichte denkers, dan zou er ook grote maatschappelijke vooruitgang mogelijk zijn. Daar zou de samenleving alleen maar beter van worden. En dat slaat dus terug op dat woordje optimisme dat we ook al in dat kenmerkend aspect zagen. Die verlichte denkers hadden een groot vertrouwen in de toekomst. Zij zagen die positief tegemoet als we ons verstand maar gebruikten. Nou, en alle terreinen van de samenleving, wat voor terreinen dan, wat zijn voorbeelden van verlicht denken, we zullen het eens even afgaan. We beginnen met de religie, de godsdienst.
één denker in het bijzonder die daar genoemd moet worden, dat is Voltaire, een van de belangrijkste verlichte denkers. Voltaire die hield zich onder andere bezig met de religie en hij was heel erg voor tolerantie en godsdienstvrijheid. Hij was absoluut tegen godsdienstvervolging en dergelijke, vond hij helemaal niets. Daarnaast had hij ook grote kritiek op de kerk, vooral de katholieke kerk, want hij twijfelde aan het belang van de geestelijkheid. Waren die lui nou echt nodig, vroeg je zich af. Ja, misschien om voor de zieken te zorgen of om onderwijs te geven. Maar was een geestelijke echt nodig om dichter bij God te komen? Want hij geloofde nog steeds wel in God. Je zou misschien denken van niet, maar hij geloofde wel degelijk in God, alleen hij zag God wel op een heel speciale manier. Hij was namelijk een deïst. Hij geloofde dat God de wereld gemaakt had, geschapen had, maar hij geloofde ook dat God daarna zijn handen eigenlijk van de wereld had afgetrokken. Hij had de wereld gemaakt en daarbij ook die natuurwetten gemaakt. Dus alles zou wel verlopen en God had er geen invloed meer op. Voltaire ging hiermee dus heel erg in tegen de leer van de katholieke kerk en eigenlijk ook wel tegen de leer van veel protestanten. Dus wat dat betreft was het echt een radicale denker. En ook op politiek gebied had hij ideeën. Voltaire vond het gewone volk dom. En hij vond dan ook dat er een absolute vorst moest zijn die nodig was om het gewone domme volk te regeren. Dat zouden ze nooit zelf kunnen doen. Het liefst had hij natuurlijk wel dat die absolute vorst dan een verlichte absolute vorst was. Dat hij dat deed volgens de ideeën van de verlichting. Maar goed, hier moeten we nu even bij politiek, je ziet dat het vak nog veel groter is, een dikke streep zetten. Want Voltaire die bleef dus aan de kant staan van die absolute vorsten die er waren. Er waren echt ook verlichte denkers die veel meer inspraak van de bevolking wilden, die zich juist tegen het absolutisme keerden. Een van die denkers was Jean-Jacques Rousseau. Rousseau bepleitte volkssoevereiniteit. Alle macht ligt uiteindelijk bij het volk en een koning regeert alleen maar in naam van dat volk, dus hij moet ook de wil van dat volk uitvoeren. Ook pleitte hij voor een sociaal contract. Afspraken die gelden voor de hele bevolking. Dat is eigenlijk een heel simpel woord daarvoor. Dat betekende dat leden van de bevolking sommige individuele rechten op moesten geven. Bijvoorbeeld het recht om zichzelf te beschermen. Die droegen ze over aan de overheid. Die had daar een leger en politie en dergelijke voor ingesteld. Maar dat soort afspraken moesten allemaal met elkaar gemaakt worden. Een andere denker die ook voor zijn sociaal contract was, was John Locke. Hij was dan nog veel sterker in dan Rousseau en hij ging verder vooral in op de natuurlijke rechten die mensen hadden. Recht op leven, recht op vrijheid, recht op eigen bezittingen en dergelijke. En die natuurlijke rechten, die moesten door de overheid beschermd worden. Dat was de allerbelangrijkste taak van de overheid, volgens John Locke. Zorg er namelijk voor dat ieders rechten beschermd worden. En een laatste politieke verlichte denker was Montesquieu. En die ken je misschien wel van de les op maatschappijleer bijvoorbeeld. Hij was van de drie machtenleer, oftewel de trias politica. Een scheiding van de machten, de wetgevende, de rechtsprekende, de controlerende macht. Dat zou ervoor zorgen dat er geen machtsmisbruik meer zou plaatsvinden. En dus niet alle macht bij één zo'n absolute vorst. Nou, die verlichte denkers dachten ook na over andere zaken, bijvoorbeeld over de sociale verhoudingen. Dan komt Rousseau weer even om de hoek kijken, want Rousseau die stelde heel sterk dat mensen van nature gelijk geschapen waren. Hij was dus ook tegen de standensamenleving van het Ancien Régime, zoals die bijvoorbeeld in Frankrijk was. Dat Ancien Régime, daar zullen we in een volgende video nog even op terugkomen. En dan als laatste ook nog even een voorbeeld van een economische verlichte denker. En dan komen we in Schotland terecht, bij Adam Smith. Adam Smith is eigenlijk de grondlegger van de klassieke economische theorie voor de mensen die economie hebben. Hij vond dat er vooral zoveel mogelijk vrijheid in de economie moest zijn. Er moest zoveel mogelijk vrijhandel zijn en de overheid moest zich zo min mogelijk bemoeien met die economie. Laat mensen maar gewoon vrij om zo hard mogelijk voor zichzelf te werken. Dat zou ook het beste zijn voor de algemene welvaart. Oké, nu hebben we dus al een aantal verlichte denkers gezien en hun ideeën. Hoe werden die ideeën nou eigenlijk verder verspreid? Die verlichte ideeën die werden verspreid in eerste instantie vooral ook door die verlichte denkers zelf. Die schreven elkaar namelijk heel veel brieven waarin ze nieuwe ideeën aan elkaar voorlegden en waarin ze discussieerden met elkaar. Hier zien we een brief van Voltaire bijvoorbeeld. Ze schreven ook heel veel boeken. Je zag op de vorige dia al een aantal voorbeelden van. En hier zien we het belangrijkste boek van Adam Smith die we hier rechtsboven zien. Maar uiteindelijk is er één boek, of beter gezegd een serie boeken geweest, die heel belangrijk is geweest voor de verspreiding van de verlichting en voor de verspreiding van die ideeën. En dat is namelijk de Encyclopedie, die in Frankrijk gestart werd in 1751 en waarin de jaren daarna allemaal delen werden toegevoegd. Waarin allerlei artikelen stonden over de politiek, over de economie, over de sociale verhoudingen, over godsdienst, alle kennis
van die verlichting, van die verlichte denkers, werd gebundeld in die encyclopedie. Maar die ideeën werden niet alleen op papier verspreid. Mensen spraken ook met elkaar af, in cafés bijvoorbeeld om te discussiëren en vooral in salons. Dat waren bijeenkomsten die georganiseerd werden door rijke mensen in hun huis. Die nodigden dan mensen uit om met elkaar te discussiëren over een bepaald idee of over een bepaald boek. En zo verspreidden die ideeën van de verlichting zich langzamerhand over de elite van Europa. Want let er wel op, dit is vooral nog een elitair iets. De gewone bevolking was in eerste instantie nauwelijks op de hoogte van de verlichte ideeën.